De Bolensteeg, de Smeerweg en het Geit-el-Poeppad. Veel kamperstraatnaamborden hebben de afgelopen tijd een aangepaste naam gekregen. Een anonieme kampenaar wil met de actie aandacht vragen voor het hondenpoepprobleem in de stad. Veel mensen hebben begrip voor de actie. Nou ja, overal waar je komt er liggen hondenpoep op de grasvelden en overal. Je kunt ergens mee zitten, kinderen spelen niet meer. En de gemeente doet niks? Ja, die zal best wel wat doen, maar de mensen die trekken zich er niet van aan. Ja, ze hebben van die prullenbakken met hondenpoepzakjes erin. Maar mensen gebruiken hem niet echt veel. En ook de pakketbezorger is de smeerpijperij van hondeneigenaren meer dan zat. Ja, ik loop hier elke dag met mijn pakjes te bezorgen natuurlijk. En dan elke steeg waar je komt ligt wel een rol. Als je er dan in staat, dan heb je geen lol. In 2011 werd er ook al een actie gehouden tegen overlast van hondenpoep in de binnenstad van Kampen. Een ondernemer deelde toen gratis posters uit. De gemeente heeft de aangepaste straatnaambordjes inmiddels weer in originele staat hersteld. Maar dat gaat nog niet zo gemakkelijk. Ja, dat is niet de makkelijkste. Maar komt goed. We hebben bordjes tegengekomen met pispoort en andere bordjes, maar het is gewoon niet nodig. U kon er niet een beetje om lachen? Nee, niet echt. Maar goed. Nee, ik vind het niet nodig.